Ik ben weer op de Zuidas bij ABN AMRO en we gaan straks bij Circle een nieuwe Panna Battle filmen. Vandaag heb ik Brent van Bijnen, jong oranjester en een Brabo die naar Amsterdam is gegaan tegen Lily de Nooier. De naam zegt uiteraard al genoeg, want die kan niet falen vandaag. Dan is papa denk ik een beetje boos. Twee jong oranjesterren die tegen elkaar gaan knallen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Panna Battle. Zo, hoe zeg je dat als iets voor de eerste keer is? Primeur? Primeur, dankjewel. Ja. Een primeur, want dit is de eerste Panna Battle date. Wat leuk. Was het liefde op het eerste gezicht? Ja, het zit allemaal in het pakket. Hè. We gaan hierna van op je eten. Dus, Hey Lil, alle gekheid op een stokkie. Jij gaat gewoon gas geven straks, toch? Ja, zeker. Ja? Ga je hem winnen ook? Ik hoop het. Ik heb er wel vertrouwen in. Oké. Wat vind jij ervan? Ja, ik ga er niks over loslaten. Ze zei net al dat ik me mentaal moet voorbereiden op een panna incasseren. Dus, Zijn we er klaar voor? Oké, dan gaan we gelijk starten. Heerlijk, de tortelduifjes tegen elkaar met Brent die hem start. Maar Lily die is lekker hier aan het stelen, geeft hem totaal geen ruimte. Shootjes worden natuurlijk alweer een beetje gemaakt, maar daar gaan uiteindelijk ook punten door vallen. En je weet nooit hoe het gaat eindigen en hoeveel punten je nodig hebt. Lily die nu sterk is. En wat gebeurt daar nou op het voetje? En wederom terug uit dat kleine frustratie wil je hem natuurlijk scoren, maar dat mag dan niet. Puntje voor Brent in de score is geopend. Lily die hem gelijk trekt en eager voor het goaltje gaat. Deze meid speelt puur en alleen voor de winst. Oeh, wordt hij er nou net eventjes tussendoor gehaald? Jazeker, dus dat is een pannetje. En dat maakt dus dat Brent de leiding pakt hier. Weer op het voetje, maar ze spelen door. Het tempo ligt moordend hoog voorbij. En ik denk dat ze stiekem toch wel een beetje moe raken met z'n tweetjes. Maar Lily gooit hem nog even omhoog te tempo met een bliksemsnelle actie die hem op de voeten doet. En Brent kan zich maar net redden van een panna tegenkrijgen. Maar deze kon hij niet voor helpen. Deze krijgt hij gewoon zalig door zijn beentjes heen. En dat zorgt ervoor dat het 6-6 staat. En je ziet het, Lily speelt voor de winst. Nog een panna, nog een goal. Staat ze gewoon 10-6 voor. Onwijs hoog tempo dit. Ik hoop dat ze het hierna nog een beetje gezellig hebben met elkaar. Maar daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Maar wel weer een lekker puntje voor Brent. Wat het 8-10 maakt. Lily met de versnelling eromheen en het goaltje. Echt een De Nooier, ook in de kooi, dat zie je dan maar weer. Maar Brent die toch nu langzaam een klein beetje fanatiek begint te worden. Want ja, niemand houdt van zijn verlies, mannen of vrouwen niet. En een balletje op de paal voor Lily. Blijft eager en even een stuntel momentje van Brent dat ervoor zorgt dat hij goaltjes tegenkrijgt. En dan gaat het ineens hard, dan staat het ineens 13-10. En met de omschakeling die niet normaal is, hoe hard dit gaat. Gaat hij er omheen? Nee, lukt niet. Lily aan de bal. Wat gaat ze nu doen? Nou, net niet gelukt. Oh, maar wat zonde dit. Je hebt die puntjes zo hard nodig. En dan doe je dit, Brent, jongen. Wat is er aan de hand? Ik denk toch een beetje van zijn apropo door Lily. Maar die komt hier ook wel echt met een mazzeltje weg. En dat zag je gelijk aan haarzelf. Puntje voor Brent erbij. En we spelen nu weer heerlijk verder. Gaat hij daar naartoe? Hij moet van die rand weg, dat weet hij. Actietje en hij speelt gewoon voor de panna. Wat het zorgt voor een 15-15. Wat een prachtpanna dit. En Lily die gaat natuurlijk voor het goaltje, want die wil hier winnen. 16-15. En ze maakt op de buzzer 17-15. Winnaar Lily de Nooier. Het was een spannende pot, hè jongens. Maar de winst, toch naar jou Lil. Gefeliciteerd. Voelt hij lekker? Voelt heel goed. En het smerige pannetje. Die heb je toch, ja. Hoe voel jij je? Ik ben kapot. Dat sowieso, ja. Nee, ja, het viel toch tegen. Ze maakt toch wel een paar vieze goaltjes. Dus dan gaat het. Ja, snel. Dat was wel jouw tactiek, hè? Ja, op de goaltjes. Ik ga gewoon voor de goaltjes en ook pintjes. Ik denk, laat die panna lekker gaan. Ja, precies. Gefeliciteerd. Ze heeft het tactisch dan goed gewonnen. Ja. En ze is goed gewonnen. Wel mooie pannetjes, jongens. Dankjewel voor deze strijd. Ik heb ervan genoten, in ieder geval. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. En dan gaan we even naar de stand kijken, want we hebben nu een 1-1. Dit was hem weer. Niet vergeten, wil je meer afleveringen zien? Kijk dan Icons Hockey. Volg Icons Hockey. En dan ben je sowieso bij alles. Dankjewel en tot de volgende.